Goeiedag en hartelijk welkom bij het webinar van WHAS Self Invest. Mijn naam is Mark Kiewitz en ik zal u in enkele ogenblikken doorsturen naar Peter de Waarde, de Heiken Ashi-trader, die vandaag het derde webinar uit de reeks Swing Trading met de 4-uur grafiek voorstelt. En vandaag gaat het om stop zetten, dus zetten van het stop. Moet je een stop zetten? Zijn die stops echt noodzakelijk? En waar plaats je je stop het beste? En Heiken Ashi-trader, zult u nu een presentatie geven in de reeks Swing Trading met de 4-uur grafiek. U mag ook zoals altijd vragen stellen via deze tool van GoToWebinar. Klikt u gewoon op het kwestiesymbool en dan mag u vragen plaatsen. Intippen, omdat als je microfoon gebruikt, dan is die gemuted. Wij zijn terug bezig rond 3 kwartier of 50 minuten. En aan het einde van het webinar mag u ook nog vragen stellen aan Peter de Waarde. Goedemiddag Peter. Bent je al online? Hallo. Ja, dag Mark. Goedemiddag en dag iedereen. Hallo Peter, dan mag je direct starten met hopelijk een heel interessante presentatie over swing trading met de 4-uur grafiek. En ik ben in 20 of 30 minuten misschien een keer terug als er vragen zijn van de deelnemers. Oké, bedankt. Ja, dank u wel Mark. Ja, ook van mijn kant, dames en heren, hartelijk welkom hier in het webinar van WHAS Self Invest. En zoals Mark al zei, het gaat dus vandaag inderdaad over het derde deel van de reeks over swing trading, maar heel specifiek vandaag gaat het over stopzetting of nog iets nadrukkelijker over wat is eigenlijk een stop en zijn de stops noodzakelijk in een handelssysteem met de beurshandel. Kort iets over mezelf voor de mensen die mij misschien nog niet zouden kennen. U ziet het, ik ben 1964 in Brugge, West-Vlaanderen, dus ik ben heel duidelijk Belg. Ben ik geboren, ondertussen nu al 20 jaar met de beurs bezig. Vroeger al veel voordrachten gegeven, dat is tegenwoordig niet meer zo in. Je doet het nu online. En ik heb een aantal boeken geschreven over trading onder mijn pseudoniem Heiken Ashi-trader. Als u nog meer wilt weten over waar ik mee bezig ben, kunt u even een kijkje nemen op een website. Ja, ik zou dit webinar van vandaag op een iets andere manier willen doen als de twee vorige webinars, toen ik een duidelijke indeling had, zo in hoofdstukjes en zo. Dat gaan we vandaag niet doen. Ik zou het webinar zo willen vormgeven dat ik 6 uitspraken ga doen. 6 uitspraken. Ik kan ook zeggen 6 beweringen die ik ga doen over beurshandel en met name vooral over stops. En het is aan u, u kunt daarop reageren. U kunt zeggen, ja, dat is totale onzin wat u daar vertelt. Dat is uw goed recht. En we gaan, als u daar vragen heeft of bemerkingen over heeft, ga ik daar heel graag op in. We kunnen daar een discussie over beginnen natuurlijk. Maar mijn hoop is natuurlijk dat deze 6 uitspraken die ik ga doen nu in de komende 40, 50 minuten, dat we daarmee tot een iets dieper inzicht komen over de natuur en misschien ook wel de noodzaak van het gebruik van stops in elke vorm van systeem, dus beurssysteem, handelssysteem of elke vorm van strategie aan de beurs. Oké, laten we beginnen met nummer 1. Winnaars en verliezers treden in reeksen op die volstrekt willekeurig zijn. Dat laat ik even op u werken. Ik zeg nog eens, dus met winnaars en verliezers bedoel ik natuurlijk winnende trades en verliestrades. Ze treden volgens mij op in reeksen, na elkaar op. Op een volstrekt willekeurige manier. Als u mij dat niet gelooft, dan kijkt u even naar deze afbeelding hier.
Dat is een screenshot of een foto uit een element dat we hebben in de NanoTrader. Dat is feature heet ook trades. Dat is gewoonweg een historie van een aantal trades. Hier zijn het ongeveer een honderdtal. Die een trader of een automatisch handelssysteem heeft doorgevoerd op de NanoTrader. En zoals u ziet dus grafisch uitgebeeld een aantal trades die het systeem of de trader heeft uitgevoerd. Dus de blauwe trades, dus boven de nullijn, zijn natuurlijk de winst trades. Daar is winst ontstaan. En de rode zijn natuurlijk de verlies trades. Daar heeft de trader of het systeem verlies gemaakt. En mijn bewering van voordien was dat dus die winnaars en die verliezers volstrekt willekeurig optreden. Als u dat even bekijkt, heel rustig met een beetje afstand, wel, ziet u daar enig patroon? Kunt u daar een patroon herkennen? Ziet u iets waarover u misschien controle zou kunnen hebben? Als u dat bekijkt. Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld, hier in het midden, ziet u dat misschien zo'n 5, 6, 7 trades in het blauw. Dus dat was een reeksje van 6, 7 winnaars, dus winnende trades. Maar dan hebben we er ook 3, 4, 5 in het verlies. Dat was dan bijvoorbeeld hier iets later. Met zelfs een hele grote verliezer. U ziet, daar was zo'n uitschieter naar beneden. Dan heeft de trader meer dan 1000 euro verlies gemaakt met één trade. Maar mijn vraag is dus, kunt u daarin een patroon herkennen? Iets wat u kunt zeggen, ja, daar kan je iets mee doen. Als ik dus deze geschiedenis van deze aantal trades bekijk, dat is iets waar ik mee kan werken. Wel, in mijn ogen is dat niet het geval. Dat is dus mijn eerste bewering, dat je dus eigenlijk, als je dus een aantal trades gaat doorvoeren, en vooral als je er ook meer gaat doorvoeren, dus 100, 200, 500, en vooral ook als het in de duizenden gaat gaan, wat bij sommige heel actieve traders het geval is natuurlijk, dat je gaat vaststellen hoe meer en hoe langer je gaat verhandelen, hoe minder je eigenlijk het gevoel hebt dat je zicht hebt of ook helemaal geen controle hebt over de uitkomst van de volgende trade die je gaat doen of van de trade waar je nu net in zit. Als dit zo is, als we dus geen enkele controle hebben over de uitkomst van de trade, of het nu een winnaar of een verliezer wordt, dan moet je je natuurlijk de vraag stellen, waarom zich zorgen maken over de uitkomst? Wat toch heel wat traders doen, hè? Heel wat traders, terwijl de trade aan het lopen is en nog actief is, zitten voortdurend op een smartphone te kijken naar 20 punten winst of 10 punten verlies, of zitten dat op te volgen. Terwijl je hier toch heel duidelijk ziet, als je die historie bekijkt, dat dit eigenlijk van geen enkel belang is. Statistisch gezien. Want statistisch gezien zie je dat elk systeem en elk handelssysteem heeft winnaars en verliezers. Ja, een aantal winnaars en verliezers heeft. En wanneer er nu winnaars opduiken en wanneer er verliezers opduiken, dat is volstrekt toeval. Puur toeval. Ik moet even iets nemen om te drinken. Het is hier erg droog. Ik heb ooit eens een experiment gedaan dat was met valuta. Ik heb een honderdtal trades doorgevoerd, die ik heb dus op valutamarkten, dus euro, dollar, Japanse yen, Zwitserse frank enzovoort. En met een duidelijk koersdoel, dat waren 100 pips, en een duidelijk stoploszetting, 50 pips. Dus ik riskeerde 50 pips. En mijn koersdoel lag op 100 pips. Met andere woorden, ik had een kans-risicoverhouding van 1 tot 2. Dus ik riskeerde 50 pips met de hoop om er 100 te winnen. Vandaar kans-risico of risk-reward ratio, zoals de Amerikanen zeggen, van 1 tot 2. Ik heb die strategie doorgevoerd zonder
analyse te maken en zonder te kijken op de grafieken. Dus puur op basis van toeval. Dus ik heb, ja, ik had zo kleine kaartjes gemaakt. Dat stond daarop euro, Zwitserse frank of ja, US dollar, Japanse yen of Britse pond, US dollar. Zulke dingen stonden daarop. Dus het valutapaar dat ik zou gaan verhandelen. En dan was natuurlijk nog de vraag, ga je short of ga je long? Ga je kopen of verkopen? Hoe heb ik dat opgelost? Aangezien ik geen analyse doorgevoerd heb via de grafiek. Ik heb gewoon een munt geworpen. Gewoon in de lucht een munt geworpen. En ik denk als het kruis was, dan ging ik long. En als het munt was, dan ging ik short. Zoiets. Dus puur op basis van toeval trades doorgevoerd. En nu bent u misschien wellicht gespannen. Ja. Heb je daarmee nu winst gemaakt? Wel inderdaad, ik heb daarmee winst gemaakt, dames en heren, met dit systeem. Je kan inderdaad met een toevalsysteem geld verdienen op de beurs. Dus op basis van willekeurige trades, en die dus alleen waar de exit van de trade, dus het sluiten van de trade, alleen gebaseerd is op een vooraf bepaalde regel, dus min 50 of plus 100. Dus het kan wel degelijk. Nu, ik was er wel van degelijk van bewust dat als je dat toevalsysteem dat ik daar heb toegepast, dat als je dat langer zou gaan doen, dat uiteindelijk dat je naar die 33,33% zou gaan. Dat is het break-even, dus dat is ongeveer. Dan kom je op nul uit. Ne? Dat uiteindelijk ga je, als je weet dat je de stop op 50 pip staat en het koersdoel op 100, dan weet je dat je een grotere kans hebt dat de trade in de min gaat, dus in de stop gaat, dat je het koersdoel bereikt. En dat ligt statistisch bij 33,33%. En ik denk als je genoeg van die trades zou gaan doen op basis van het toevalsprincipe, dat je op de duur inderdaad op die 33% terechtkomt. Met andere woorden, dat je op de lange duur geen geld gaat verdienen met dit systeem. Maar het was een belangrijk experiment voor mezelf. Gewoon om iets te zien. Kijk, is er... hoe kan ik loskomen van dat emotionele gevoel, van die gier om te willen winnen, want dat hebben we allemaal, we willen winnen. En ook van de angst om te verliezen, want dat hebben we ook allemaal. Weet, dat zijn de twee sterke gevoelens waarmee een trader wordt geconfronteerd, om daar gewoon eens volledig onemotioneel mee bezig te zijn, puur, zou ik zeggen, puur, niet mathematisch, maar puur schematisch of als een machine te traden. Hè? Wat trouwens ook automatische handelssystemen doen. Hè? En het is een experiment dat ik eigenlijk elk beginnende trader zou willen aanbevelen. Je kan het met een demo doen, dat speelt geen rol. Je kan het ook met kleine sommetjes gaan doen, met echt geld. Maar gewoon om eens los te komen van altijd te willen controleren of de volgende trade een winnaar wordt en of een verliezer. Omdat je daar toch geen controle over hebt. Zoals dit beeld hier heel duidelijk aantoont. En zoals ook mijn experiment heeft aangetoond. Dus er was helemaal niet af te zien of de volgende trade nu een winnaar wordt of een verliezer. Puur toeval. Maar op een langere reeks van trades, vanaf 100, 200, 300 trades, begin je dan langzaam naar een zekere statistieke relevantie te komen, dan begin je eigenlijk wel te zien dat er daar wel degelijk een wetmatigheid achter zit. Ja? En die wetmatigheid wordt natuurlijk bepaald door je stoplosorder. Je stoplosorder die ofwel de trade sluit met verlies, of als take profit order de trade met winst afsluit. Zo, dat is een eerste bewering, eerste gedachtegang die ik wou doen met u.
Winnaars en verliezers treden dus in reeksen op die volstrekt willekeurig zijn. Tweede bewering. De meeste treiders haten stops. Zelfs als ze ze gebruiken. Dat is een boude bewering, nietwaar? Om hier het woord haten te gebruiken is een heel sterk woord. Dat weet ik, ben ik me van bewust. Maar als je met... Ik heb toch in de loop van de voorbije 10, 15 jaar met heel wat beginnende traders ook te doen gehad. En dan als je dieper in een gesprek met een trader begint te praten, die moeite heeft, hè, want de meeste beginnende traders hebben problemen, dan zie je wel dat die uitspraak klopt. Ja. Het liefst zouden de meeste van die beginnende traders hebben dat je die stops ergens kan in een soort van schuilhoekje stoppen, ergens verstoppen in de markt, zodat de markt dat nooit meer kan vinden. Dat is hetgeen wat ze het liefst zouden hebben. Maar de markt heeft de merkwaardige eigenschap om altijd die schuilhoekjes te vinden. Ja, de markt weet ze te vinden. Ja, dat is, de markt heeft een rare eigenschap om telkens vooraleer het koersdoel wordt bereikt om die stop eruit te halen. En dat iedere trader met een beetje ervaring kan beamen wat ik hier beweer. Ja. En dat is de reden waarom heel wat traders helemaal niet geholpen hebben met stops. Want je zou natuurlijk een systeem kunnen uitvinden die zonder stops werkt. En er zijn ook een aantal traders die dat proberen. Die dus handelen, die zeggen vroeg of laat gaat die verliezer toch een winnaar worden. Je moet maar lang genoeg kunnen wachten. Wel, dat klopt inderdaad bij heel wat trades. Vroeg of laat gaat die trade inderdaad in de winst. Dus het is alleen een kwestie van wachten. Maar er zijn uitzonderingen en die uitzonderingen kunnen, zoals u misschien wel weet, wel vermoed, heel, heel duur worden op de beurs. Het kan soms heel lang duren en het kan soms helemaal niet meer voorkomen dat de trade in de winst gaat. Maar in tegendeel, steeds verder in het verlies gaat en uiteindelijk een grote verliezer wordt. Waarom denk ik dat heel wat beginnende traders stops haten? Wel, als je begint te werken met stops, dan heb je verliezers. Zoals we voordien op die afbeelding hebben gezien, je hebt verliezers. En wie verliest er graag? Niemand verliest er graag. Je wil eigenlijk altijd winnen. En het is niet alleen dat. Als je stops gaat implementeren in een handelssysteem, dan verlaag je de slagkans van het handelssysteem. Het ideale handelssysteem zou een slagkans hebben van 100%. Dus elke trade een winnaar. Dat zou het ideale handelssysteem zijn, natuurlijk. Iedereen zou dat graag willen hebben. Maar we weten allemaal dat dit utopisch is. Dus elke strategie, elk handelssysteem heeft verliezers. En van zodra je stops gaat beginnen inzetten en dus ook een regel zet van, zoals bijvoorbeeld in mijn experiment van voordien, als je bijvoorbeeld zegt, ik ga op de valutamarkten traden met een stop van 50 pips. Ja, van zodra de markt die 50 pips bereikt, wordt de stoporder geactiveerd en vlieg je uit de markt met verlies. En heb je een verliezer. Dus niemand vindt dat leuk, maar dat behoort erbij. En het lijkt vanzelfsprekend als ik dat hier nu zeg, maar het is mijn ervaring dat heel wat traders het moeilijk hebben stops in hun diepste eigen werkelijk te accepteren of te aanvaarden. Diep van binnen weten ze eigenlijk, voelen ze die haat of dat ongemak, ja, ik kan het ook zo gaan vertalen, dat ongemak omdat ze voelen, kijk, van zodra ik een stop zet in de markt, bestaat gewoon echt de kans dat ik ga verliezen. Hè, dat ik met die trade geen winst ga halen. Dat is ook de reden waarom
sommige traders de slechte gewoonte hebben om die stops, bijvoorbeeld van zodra de markt in de richting van de stop gaat, die stops naar beneden te halen. Dus verder weg te zetten van de instapprijs. Dat is natuurlijk een heel slechte gewoonte. Dat leidt meestal tot grotere verliezen en dat kunnen we niet aanbevelen. De waarheid is dat je echt eerst dan een goede trader begint te worden als je je trading echt als een business, als een zaak begint te beschouwen. Je moet verliestrades inderdaad zien als uitgaven. Dat zijn de uitgaven van je business, de uitgaven, terwijl je winsttrades natuurlijk de inkomsten zijn. Ik ben me ervan bewust dat er nog veel andere uitgaven zijn voor je tijd die je investeert in je beurshandel, je computer. Er zijn natuurlijk ook commissies te betalen aan je broker enzovoort, noem maar op. Misschien heb je zelfs een huur van een pand waar je gaat traden. Dat kan allemaal tot de uitgaven van een trading business behoren. Maar we zijn het er toch wel over eens, denk ik, dat de verliestraders eigenlijk het grootste deel uitmaken van van het uitgavenpakket van een trading business. En als je je verliestrades als uitgaven gaat beschouwen en je winsttrades als je inkomsten, dan begin je eigenlijk eerst echt als een echte trader, als een trader met een trading business, niet met een trading hobby, maar met een trading business. Begin je echt te ageren en te werken op een markt, op de markten. Ja. Je kan het vergelijken met een koopman. Ja. Met een koopman die een handelszaak heeft. Die traders die zonder stops werken, of proberen te werken, dat is zoals een koopman die geen uitgaven wil hebben. Een koopman die alleen maar inkomsten wil hebben. Stel voor, je hebt een winkel. Je hebt er allerlei leuke spullen liggen in die winkel. En de klanten komen binnen en kopen dat. Dat is prima. Dat zijn je inkomsten. Maar dan zou je eigenlijk gaan werken als een koopman die zegt tegen de groothandel: ja, je kan me al die spullen bezorgen, maar ik betaal er niet voor. Ik wil er niet voor betalen, voor al die spullen. Dat zou toch wel een heel rare koopman zijn. En het is natuurlijk een vergelijking die ik nu maak, maar uiteindelijk komt het daarop neer dat een trader die niet werkt met stops en die dus niet verlieslatende trades accepteert in zijn handelssysteem, is als een koopman die niet bereid is voor zijn handelswaar te betalen. Zo kras, zo sterk moet je het eigenlijk zien en moet je het eigenlijk ook beschouwen in mijn ogen. Derde bewering. Dat hebben we eigenlijk al gezegd, maar ik wil het toch nog eens benadrukken. Verliestrades zijn dus niets anders als uitgaven. Je hebt een trading business, je hebt inkomsten en uitgaven. De Amerikanen hebben daar een mooi woord voor. Ze noemen dat de costs of doing business. Dat is wat je moet betalen om deel te nemen aan de business. Om een business te hebben. In tradertaal vertaald wil je eigenlijk zeggen: hoeveel wil ik riskeren om de volgende opportuniteit te kunnen kopen? Hoeveel ben ik bereid als risico te accepteren om een nieuwe kans op de markt te creëren? Om nog eens bij het voorbeeldje van voordien, dus als ik sprak over mijn experiment daar op de valutamarkt, te blijven. Dus in dat geval was ik dus bereid 50 pips te riskeren met een mogelijke potentiële winstkans van 100 pips. Dat was dus dat was mijn maximale risico. Dat zijn dus ook de uitgaven die ik bereid ben te doen als koopman trader op de markt om te kunnen deelnemen, om een business te hebben.
verder doorgedacht, dames en heren, als je verlies, als je geen verliesstrijd hebt of niet wilt hebben, dan heb je ook geen business. En al zeker geen trading business. Denkt u daar maar even over na. Omdat ik weet dat er nogal wat traders zijn die daar moeite mee hebben. En dat is een groot thema. Die verliestrades en die stops. Maar als je dus die stops en die verliestrades niet aanvaardt, niet accepteert, heel diep in jezelf, dan heb je geen trading business. Dus de uitgaven, de kosten, cost of doing business, zijn een integraal deel van een totale business. Zonder uitgaven, geen business. Om het eens echt op een punt te brengen, verliesstrijds zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan een beursspel. Zo scherp moet je het eigenlijk stellen. Ze zijn de voorwaarden. Niet alleen de noodzaak, maar ook de voorwaarden om te kunnen deelnemen. Ja. Dus dat is een inzicht. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar ik zelf heb jaren, toch een aantal jaren nodig gehad om dat echt te leren accepteren. Niet alleen oppervlakkig accepteren, maar ook psychologisch diep te accepteren dat verliestrades, mintrades er nu maar bij behoren. En het is gemakkelijk gezegd, ja, ik heb altijd stops in de markt. En ik werk met stops hoor, ik doe het. Maar dat is niet het punt van vandaag. Het gaat echt, ik probeer met u, met deze uitspraken die ik doe, dieper in te gaan op dit feit. En we gaan zien, er zijn nog drie verdere stappen die ik wil doen. Dus drie uitspraken die nog een stuk dieper gaan op deze thematiek. En we gaan zien hoe ver dit gaat. Mark, zijn er tot nu toe vragen over dit thema? Nee, helemaal niet, Peter. Voor het moment geen vragen, nee. Misschien heb ik een ogenblik om een vraag naar de deelnemers te stellen. Een klein ogenblik. Ik heb een vraag aan u. Is er iemand geïnteresseerd in een aanbod van WH Self Invest? Als die nog een nieuwe rekening bij ons wilt openen, dus dan mag u nu ja klikken. Of als u niet geïnteresseerd bent in een speciaal aanbod, dan klik gewoon op nee. Peter, voor het moment zijn geen vragen van de deelnemers, dus je mag gewoon verder doen dan. Ja, Mark, dank u wel. Ja, van blijkbaar is het iedereen eens met mij. Niemand ja, ik denk spreekt. Het. Ja. Ja, oké, dat is prima. We gaan eens zien of iedereen het ook eens zal zijn met bewering 4, 5 en 6. Want het spel gaat verder. Bewering nummer 4. Bekijkt u even deze twee grafieken. Amateurs, u ziet het links. Je kan ook zeggen een beginnende trader of een onervaren trader. Houden zich 90% van hun tijd bezig met analyse, dus marktanalyse. En 10% van hun tijd met risicobeheer. Professionals daarentegen of ervaren handelaren houden zich 90% van hun tijd bezig met risicobeheer en slechts 10% met analyse. Nou, dat is natuurlijk een sterke bewering die ik hier doe, maar dat is iets wat ik weet. Hè? En het is niet overdreven. Kijk, als ik met, ik spreek toch met veel traders die mij opbellen of die mij mails sturen en zo. Het gaat altijd over, ja, had ik dinsdag maar de AEX gekocht of was ik maar short gegaan in goud of had ik maar, ik heb daar een positie in de euro-dollar. En het gaat altijd daarover, altijd daarover.
Het gaat altijd over analyse. Maar het gaat bijna nooit over risicobeheer. Kijk, en het bewijs is er ook. Vandaag zijn we met 8 deelnemers, want het gaat vandaag over risicobeheer. De vorige keer, bij het tweede deel van onze reeks, ging het over analyse. Wel, daar waren we met 47 in de groep. Daar ziet u het. En daarom ook een grote, dikke proficiat aan degene die vandaag wel degelijk wel aanwezig zijn, omdat u tenminste interesse toont voor het thema, anders zou u niet hier aanwezig zijn. Maar daar ziet u het net. Het is hier grafisch, ziet u het heel duidelijk. Die 90%, 10% verhouding, die klopt. Dat is zo. Ja. Er is natuurlijk ook een belangrijke reden waarom professionals veel meer bezig zijn met risicobeheer dan met analyse. Dat is niet alleen omwille van hun eigen belang of hun eigen poging om winst te maken op de markten. Maar natuurlijk, het is natuurlijk wel iets anders als je, stel je hebt 20, 30 klanten waarvoor je dus verhandelt, voor wiens rekeningen je dus verhandelt. Je hebt in totaal 3, 4 miljoen euro aan handelskapitaal die je beheert als professionele beheerder. Ja, dan ga je toch op een heel andere manier daarmee omgaan als iemand die 3000 euro op een rekening ergens heeft staan met een broker en die een beetje met CFD's rondspeelt. Het is een beetje kras gezegd van mijn kant, ik weet het. Maar daar komt het uiteindelijk op neer. Hè. Het is nogal duidelijk dat iemand die met die klanten heeft, die natuurlijk ook heel scherp kijken op wat de professional doet met hun geld. En daar gaat het dus niet over 3000 of 5000 euro, maar dat zijn natuurlijk duidelijk hogere sommen die daar op het spel staan. Je gaat niet met 3000 euro naar een professionele vermogensbeheerder. Dat is nogal duidelijk. Kijk, een professional heeft 2 opgaves. Natuurlijk wenst de klant een meerwaarde voor zijn geld. Nou, als een professional geld aanvertrouwt of toevertrouwt, dan wil je natuurlijk een meerwaarde hebben. Je wil een zeker rendement behalen. Maar het eerste doel van een professional is natuurlijk altijd het kapitaalbehoud. Dus het defensieve karakter van de handel. En daar is een professional heel sterk mee bezig, geloof u mij maar. Dus het is net als een voetbaltrainer die op de eerste plaats ervoor zorgt dat hij een heel stevige verdediging opbouwt. En spelers uitkiest uit de groep die vooral ervoor zorgen dat er geen doelpunt binnenkomt. En op de tweede plaats ga je dan misschien gaan kijken dat er misschien ook een paar spelers met het offensief bezig zijn. En misschien er ook wel voor kunnen zorgen dat je af en toe ook wel eens een doelpunt kunt maken. Ja. Daar kan je veel over zeggen, over dat thema, dat weet ik. Maar uiteindelijk komt het daarop neer ja, dat een professional vooral bezig is het risico te beheren en vooral te minimaliseren. Terwijl amateurs vooral zijn te kijken, waar kan ik hier de hoge winsten halen? Welke markten... heb ik de meeste kans. Dat is een bittere waarheid. En tja. Dit behoort tot deze bewering. Winst komt door toeval. Verlies niet. Bekijkt u maar het handelssysteem links. Dat is het handelssysteem van een amateur. En het handelssysteem rechts, het handelssysteem van een professional. Alle twee hebben ze duidelijk winst trades en verlies trades. Ook de professional heeft verlies trades zonder twijfel. Daar is er geen verschil. En ook de volgorde waarin die winst en verlies trades opduiken is puur willekeurig. U herinnert zich, dat was mijn eerste bewering van vandaag. Dat dus die trades opduiken in reeksen die volstrekt willekeurig zijn. Ja, de professional, u ziet dat, heeft af en toe wel een reeksje van winnaars.
Maar hij heeft ook een reeksje van verliezers. Hij heeft ook wel vier, vijf verliezers op een rij. Dat heeft de amateur ook. Misschien als u de twee afbeeldingen met elkaar vergelijkt, kent u dan toch een verschil. Ik denk dat er wel duidelijk een verschil is als je kijkt. Je ziet bijvoorbeeld heel duidelijk dat als je naar de verliezers van de professional kijkt, dat daar een duidelijke, ja, hoe zou ik zeggen, een cap op zit. Ne? Het maximale verlies ligt ongeveer bij die man of bij die vrouw, bij ongeveer 1500. En u ziet dat een aantal trades inderdaad die stop of hebben bereikt. Er zijn ook een aantal trades met kleinere verlies. Terwijl ik bij de amateur de indruk heb, waar zit eigenlijk die stop, die maximale stop? Sommige trades gingen tot min 1500 of zelfs veel verder. En je hebt eigenlijk niet echt het gevoel dat daar systeem achter zit. Terwijl bij de professional wel degelijk een systeem te herkennen is. Is trouwens ook bij de winnaars het geval, die duidelijk hoger uitvallen. Met andere woorden, de professional is blijkbaar in staat om zijn winnaars ook tot winnaars te laten uitgroeien. Terwijl je heel vaak, als je naar de trades gaat kijken van de amateur, heel vaak van die kleine winstjes ziet. Dat zie je hier ook links. En ik denk dat deze vergelijking is echt typisch. Maar ook hier, bij dit handelssysteem van de professional rechts, die weet ook niet of de volgende trade een winsttrade wordt of een verliestrade. Dus dat is puur toevallig. Maar het verlies, dat heeft hij wel degelijk onder controle. Terwijl je de indruk zou kunnen hebben dat bij de amateur, die heeft het helemaal niet onder controle. Het is puur toeval. Terwijl bij de professional geen toeval is. De winst wel. En daar komen we tot de volgende stap. Een trader die vrede neemt met het bestaan van verlies begint eindelijk, zou ik zeggen, trading als een soort van probabiliteit of een waarschijnlijkheidsspel te begrijpen. Ja. Wel, laat me nog eens het voorbeeldje nemen dat ik aan het begin van mijn presentatie heb gegeven over dat valuta-experiment. Een waarschijnlijkheidsspel. Dat is trading, niets anders. Hè. Dus in dat voorbeeld heb ik gewerkt met een risk-reward ratio of een kans-risicoverhouding van 1 tot 2. U herinnert zich, dus ik heb dus 50 pips verlies geriskeerd om uiteindelijk 100 pips winst te maken. En waarom zeg ik waarschijnlijkheidsspel? Dus als je weet dat puur statistisch gezien, als je dus niets zou doen, dus puur naar het toevalsprincipe, zoals ik heb gedaan met dat experiment, dus een munt werpen, of je nu long gaat of short in de euro-dollar of niet, kan je iets doen. Maar stel dat ik dus nu dan toch op basis van een zekere analyse zou proberen kwalitatief iets betere trades uit te kiezen, dus een zekere selectie zou maken, en je weet dat. Ik heb u verteld dat als je dus dat experiment zou doorvoeren met niet alleen met 100 trades, maar met verschillende duizenden trades, dat je vermoedelijk op een slaagkans van 33,33% zou uitkomen op de duur. En dus een hit rate. En dus dat 33% van je trades in de winst gaan en dus 67% van je trades verliezers worden op basis van die 1 tot 2 slaagkansrisicoverhouding. Als je dat weet en je probeert door een zekere selectie die slaagkans te verbeteren, bijvoorbeeld als je zou zeggen, kijk, ik probeer die slaagkans van 33% op te trekken, op te voeren naar 36, 37, 38, misschien zelfs 40%, dan ga je beginnen geld te verdienen op de markten. Dus dan creëer je een scenario
waardoor je die waarschijnlijkheid naar jou in jouw voordeel begint te scheppen of te doen draaien, in plaats van het voordeel van de markt. En daar komt het uiteindelijk op aan. Dat wat ik getoond heb voordien, dus het handelssysteem van de professional, dat is zo'n systeem die duidelijk zegt, voilà, die stopt tot hier en niet verder. We proberen de winsten te maximaliseren. Er zitten uiteindelijk, als je dieper gaat bekijken, meer op de psychologische, op het psychologisch vlak, er zitten twee verschillende denkmodellen achter. En je kan er nu van denken wat je wil, maar hetgeen wat ik hier schrijf over een amateuristische aanpak, of het aanpak van een onervaren trader, die ziet de wereld, met de wereld staat hier dus voor de beurs, de buitenwereld, als een vijandelijke plaats. Waar je dus overleeft als je dus de juiste tactieken beheerst, hè, om dan een stukje van de koek te krijgen. Dat is de manier waarop een amateur denkt. Of beter gezegd, voelt. Want zo voelt het zich aan. Hè, als een strijd. Als een strijd tussen ik de trader, en de buitenwereld en de beurs. Ik moet proberen door allerlei trucs moet ik proberen, door allerlei trucken moet ik proberen af en toe de markt een stukje van de koek af te krijgen. Terwijl een professional op een hele andere manier daarmee omgaat. Een professional die zegt, die weet gewoon, trading is niets anders dan een opeenvolging van transacties die ik op de financiële markten doorvoer. En die ik ga doen volgens heel bepaalde vooraf besloten regels die ik zelf kies. Dat is een heel andere filosofie. Want het gevaar is, als je gaat denken zoals die amateur, dan het gevaar is heel snel dat je dan natuurlijk, als het fout gaat, als je verlies maakt, niet alleen één verliezer hebt, maar als je op de duur meer geld verliest dan wint, dat je een soort slachtoffermentaliteit gaat verkrijgen. Je komt in het slachtoffermodel terecht. Het is de wereld, hè? De andere traders, de beurs, die wil mijn geld hebben. Hè? En het is de beurs, het is misschien de centrale bank, de Europese centrale bank, die de verkeerde beslissing heeft genomen. Die is schuld dat mijn trade in het verlies is gegaan. Of het is de Fed, hè? De Federal Reserve, die is er schuld aan dat ik niet win. Zo'n flauwekul. Waren traders weten natuurlijk heel, heel goed dat het daar niet op aankomt. Maar je gaat in een soort van subject-object dynamiek terechtkomen. En u weet, vanuit de traditionele fysica, dat is dus het Newton-model. Dat we dus de wereld gaan beschouwen als iets dat buiten ons staat. Dat eigenlijk op de spits gedreven is, als iets vijandig is, waar je tegen moet vechten. Waar je moeite moet doen. Over Newton gesproken. Newton was niet zo'n goede trader. Hè? Ik weet niet of u het weet. Hij heeft het geprobeerd, maar hij had niet zoveel succes op de beurs. Met andere woorden, om een beter trader te worden, om uiteindelijk een professional te worden, om een winnende trader te worden, heb je een heel andere filosofie nodig. Dat Newton-model dat ik... subject-object model, waar die objecten buiten zijn en als ja, mijn tegenstanders. Dat is niet zeer, dat helpt niet heel om een goede trade, om succes te hebben op de beurs. Het is niet zeer helpzaam, dat model. Je hebt een beter model nodig. Je hebt een model nodig. En nu kom ik uiteindelijk langzaam naar de synthese van mijn presentatie van vandaag. Je hebt een model nodig waar er alleen maar een subject is en geen object meer. Er is alleen maar een binnenwereld en geen buitenwereld meer.
En nu ga je waarschijnlijk zeggen, nu is hij helemaal gek geworden. Maar met deze beschouwing, daar wil ik niet al te diep op ingaan, maar iedereen die zich daar even mee bezig gehouden, die weet maar dat dat subject-object model al lang achterhaald is door de wetenschap, al meer dan 100 jaar. Het is dus gewoon niet waar. We weten dat uiteindelijk dat het op de eigen waarneming, de eigen observatie van de buitenwereld aankomt, hoe die buitenwereld wordt ervaren. Dus dat denkmodel, dat tweede denkmodel, is veel beter dan dat amateuristisch denkmodel, waar je dus een vijandelijke wereld creëert buiten jezelf, waar je dus geen greep op hebt. En daar kom ik nu uiteindelijk dan terecht in een zesde bewering. Trading is een spel dat je met jezelf speelt. Met jezelf. Niet met iemand anders. Niet met al die tienduizenden, honderdduizenden andere traders daarbuiten in de wereld waar je tegen moet aanvechten. Nee hoor. Als er al een vijand is, als er al iemand is waar je tegen speelt, dan is het tegen jezelf. Kijk, ik had als kind bij ons thuis, stond er in de garage zo'n tafelvoetbalspel. En aangezien ik alleen was en ik niemand had om mee te spelen, ging ik af en toe in die garage en begon te spelen alleen. Ja, weet je, met dat balletje heen en weer, terugkaatsen met dat tafelvoetbal. En ik kwam altijd uit de garage als winnaar. Maar om het spannend te houden, liet ik af en toe de tegenstrever een doelpunt maken. Ja. Soms won ik met, als je er 10 had gemaakt, dan had je het spel gewonnen. Hè. Dan, soms won ik met 10-5, 10-4. Soms won ik zelfs met 10, maar met 10-8, 10 tegen 8. Dus ik liet de tegenstrevers 8 tot zelfs 9 doelpunten maken om het spannend te houden. En dat is waar het over gaat. Hè. Het moet spannend blijven. En die verliesstrijd, ze zijn er natuurlijk voor om het hele spel spannend te blijven houden. En daarom zeg ik, trading is een spel dat je met jezelf speelt. Je speelt het spel met je eigen regels, die gebaseerd zijn op bepaalde vermoedens die je hebt over de uitkomst van de markt. Het is wel heel duidelijk vermoedens. En om je eigen spel te kunnen spelen, moet je natuurlijk wel vooraf die spelregels bepalen. Je hebt klinkklare regels nodig bij je exit, zowel bij verlies als bij winst. Bijvoorbeeld, zoals in het model dat ik voorgesteld heb aan het begin, dus met min 50 plus 100. Maar het hoeft niet dat te zijn. Het kan natuurlijk ook helemaal anders zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, oké, bij mij ziet het er zo uit dat ik bij elke trade maximaal 100 euro riskeer. Ja, en ik probeer 300 euro te winnen. Dat is een ander model. Ja, dat is een model van 1 tot 3. Maar gelijk hoe je draait of keert, je komt er niet uit dat je een beslissing moet nemen. Gelijk welke strategie je hebt of welk handelssysteem je ook wilt ontwikkelen, dat je een exit-strategie moet bepalen. En je doet het beter vooraleer je begint dan tijdens je bezig bent. En ik beweer, dat is nu een bewering die hier niet staat, maar ik beweer dat de meeste beginnende traders, en dus ook degene die ik amateurs noem, helemaal geen exit-strategie hebben. Ze hebben er geen exit-strategie. En daarom kunnen ze ook niet winnen. Ondanks het feit dat ze eigenlijk alleen maar met zichzelf spelen. Het is een spel dat je voor jezelf bepaalt. En dat is het leuke eraan. Want je zit gewoon voor een computer aan een paar knoppen te draaien en dat is het. Meer is trading niet. Dat kan je helemaal alleen doen.
Je bepaalt zelf de regels. Ja, we zijn aan het einde van deze presentatie aangekomen. Ja, goed, ik kan niet anders dan mijn eigen boek aanbevelen, want wat ik hier vandaag heb verteld is beknopt. Beknopt het derde deel van dit boek over swing trading. Als u het boek bekijkt, en daar gaat u die dingen nog eens kunnen nalezen, met ook nog meer voorbeelden en ook nog iets, iets uitvoeriger als dat wat ik vandaag nu in deze relatief korte presentatie kon gaan doen. Ik hoop dat u er iets heeft aan gehad. Het is altijd mijn poging. Kijk, je kan een webinar gaan doen met nieuwe informatie. Hè? Maar ik denk dat er is al heel veel informatie op het internet. Het staat bol van informatie over beurshandel. Maar je kan ook een webinar zoals vandaag kan gaan doen, zoals ik het nu geprobeerd heb tenminste, om eens de dingen van een andere kant te gaan bekijken. Hè? En ook eens een bewering te doen die zegt waar je van schrikt. Zeg, wat zegt hij nu? En je kan het met me eens zijn, je kan het niet met me eens zijn. Dat ligt aan jezelf. Dat is volledig oké. Maar zijn er misschien mensen die het niet eens zijn met mij, die daar vragen over hebben, of die me willen tegenspreken? Nee, dat is echter niemand die een vraag heeft, Peter. Ik denk die zijn allemaal zo geflasht van jouw filosofische presentatie. Ja. Ik zal vanaf vandaag Peter de Ware is Peter Aristoteles. of Socrates, als je het liever van ook, maar ja, het wordt altijd maar beter. Ja, nee, ja, ik heb gelijk. Het was echt meer een filosofisch webinar dan een. Maar of een psychologisch-filosofisch webinar met vele heel interessante facten. Of zo zegt hij in het Nederlands feiten. En ik denk, iedereen, ja, als er nog vragen zijn, mag je met uw vragen nu, mag je die nu stellen. Ja, zegt een van de deelnemers, zegt het is een wijze man, Peter. Ja. Hmm. Dat is een wijze man. Nou, maar je hebt al veel ervaring mee gedaan. Je hebt al veel verliezen gedaan, dus ja. Ja, er speelt natuurlijk ervaring mee, maar het is natuurlijk, ja, ik ben natuurlijk niet de eerste die dit zegt. Hè. Nee, maar ik denk met jouw ervaring van 20 jaar aan de beurs en al veel verlies gedaan en nu op de echte, de correcte spoor, laat ik zeggen, op de correcte weg, met enkele verliestrades en maar meer winsttrades, zodat je een systeem hebt, dan het is toch een lange weg voor iedereen die aan het begin zit van een tradingcarrière. Dus denk ik, ja. Zoals gezegd, je moet leren leven met verliezen. Het is een deel van het trading, ja. Verliezen. Ik denk wel, Mark, dat je die learning curve, die je dus aanspreekt, hè, die leercurve, kan verkorten door soortgelijke experimenten door te voeren. En dat is dan waarom ik ook mensen toch wel echt aanbevelen om eens een kijkje te nemen in de nanotrader van WHS Alphenvest. Niet alleen omdat ik hier nu zit reclame te maken voor WHS Alphenvest, maar omdat deze broker een heel aantal automatische handelssystemen aanbiedt die gratis ter beschikking staan voor klanten, waarmee je dus met dergelijke handelssystemen kunt experimenteren. Dus de parameters veranderen en dan zien hoe is de uitkomst hier als ik dat doe. Hè? Dus als ik die stop verder zet of dichterbij mijn instap zet. Met al die elementen kan gaan spelen. En dat is eigenlijk een manier waarop een professionele trader werkt. Hè? Dus met die waarschijnlijkheden gaat werken. Hè? Voilà, dat wou ik er nog even bij vertellen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, prima. Heel interessant, Peter, vandaag. Ik denk, dat was een mooie reeks met die drie delen. Er zijn nog enkele vragen. Een klein ogenblik. Ik zal het hier. Ah ja, oké. Okay. Er zijn alleen maar commentaren, dus grappige commentaren van de deelnemers. Je bent ook ja, een West-Vlaming.
Peter is een West-Vlaming, dus daarom misschien een wijze man. Een echte West-Vlaming. Sorry? Ik ben een echte West-Vlaming. Een echte West-Vlaming, ja. Wim vraagt, goedemiddag, ik ben een volledige beginner. Is het boek een goede startpunt om te beginnen treden? Ik heb helaas de vorige twee sessies gemist, maar zou dit actief willen leren? Ja, Peter, is uw boek, is jouw boek een echte... Ja, vanzelfsprekend is mijn boek. Als je nu nee zegt, ben je geen wijze man. Nee, maar kijk, het is zo dat dus in het Nederlands taalgebied, als je dus gaat kijken naar tradingliteratuur, er is niet zoveel. Hè? Dus de meeste tradingboeken zijn natuurlijk in het Engels geschreven. En er zijn natuurlijk heel veel vertalingen, ook naar het Frans, het Duits en in andere talen. En ook naar het Nederlands, maar niet zoveel. Hè? Dus bijvoorbeeld over swingtrading, ik heb geen enkel boek gevonden hoor. Bij mijn weten heb ik het enige boek over swingtrading in het Nederlands geschreven. Dus die uitgegeven is in het Nederlands. Hè? Als voorbeeld. Ja. Oké. Okay. Ja, maar in Duits, ja. In Duits, en die zijn toch in 10 of 11 talen vertaald, uw boeken, jouw boeken? Ja, het scalpingboek is inderdaad in 11 talen vertaald. Het swingtradingboek, bij mij weten, 5 of 6 talen. Dus het is Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans vertaald. Oké. Okay. Dus het is dus een goede startpunt. Wel, het komt er natuurlijk op aan wat Wim wil. Hè. Als je dus in de richting swing trading wilt gaan, dus niet day trading, dus, dan is het misschien een idee om daar ideeën op te doen voor swing trading. Maar er zijn natuurlijk ook andere boeken over swing trading. Oké, prima, dank u. Waar kan ik de boek aanschaffen? Dus waar kan je de boek kopen? Ja. Op Amazon of bij jou? Ja, je kan op mijn website terecht, dus dat is haikinashitrader.net, .net. Ofwel kan je op Amazon of ook op bol.com, daar zijn ze zowel als e-book als ook in een print, dus in een gedrukte uitgave. Een audioboek bestaat nog niet van dit boek. Er zijn twee audiobooks, maar die zijn in het Engels. Mijn scalpingboek en mijn boek over... Hoe start je een trading business bestaat als audioboek. Daar experimenteer ik een beetje mee, maar nog niet. Dus als e-book en ook als printboek bij bol.com en op Amazon en op mijn website. Ja, ja. Ik denk zo'n audioboek, dat is toch zo'n podcast. Dat is ook de toekomst. Dat je dat in het auto in het auto of ergens anders kunt horen bij jogging of zo. Ja. Een beetje leren ja. Bij... Het is geen podcast, maar het is dus een file die je dus inderdaad kan afspelen waar iemand dus gewoon de inhoud van het boek voorspreekt. Ja, ja. Maar dat zal je dan zelfs doen. Je hebt toch een mooie stem. Ja, maar de vraag is of ik er tijd voor heb, Mark. Ja, dat is een andere vraag, ja. Bij zoveel training. Daar vraagt nog iemand, zeg een keer een bordje West-Vlaams, alstublieft. West. Oké, dat versta ik nu niet. Ja, dat bedoelt, hoe is het? Hoe gaat het met je? Ja, hoe gaat het met je? Oké, prima. Het is goed, ja, Peter. Allee, het is goed vandaag. Hè? Voilà, dat moet volstaan, want we hebben toch ook Nederlandse mensen uit Nederland. En we moeten niet overdrijven hier. Ja, oké, ja? Prima. Ja, dan dank je. Ja, ook hartelijk dank. Aan de 8 deelnemers van vandaag. Leuk dat jullie erbij waren. Graag tot de volgende keer. Ja, Peter, graag tot de volgende keer. Ik denk we zijn terug binnen 2 weken of zo. Hè? Ja. 4 of 25 februari. Dus zijn we al terug dus, met de volgende webinar. Ja, dank u. Prettige avond voor iedereen. Peter, hartelijk bedankt. Tot ziens. Dag Mark, dag. Tot binnenkort. Ja, dag.